What up mensen, dit is Maslow TV. Vandaag hebben we de gast Le Prince Music. Aan de tank voelen. Let's go. Greetings, Aya. Hey. Ja, man, Le Prince. Man, waar kan het? Alles cool? Cool. Shit. Cool. Ja, ik heb net je muziek beluisterd. Man. En ik vroeg me af, wat wil je delen met de wereld? Wat is jouw gevoel? Mijn gevoel, de pijn, het gaat gewoon van mijn leven. Oké, okay, nice. Dus dat nice. Is wat ik wil overbrengen, hetgeen wat ik heb meegemaakt en hoe ik er nu voor sta en wat ik allemaal doe. Love. Hoe lang ben je bezig met muziek? Sinds ik wist dat muziek bestond. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met verschillende genre music, met jazz, classic, met hip-hop, met reggae, met bubbling. Weet je, toen dat was echt die... Oh, da-da. Je weet, dat is... Ik heb verschillende muziek... stijlen meegekregen. Michael Jackson was toen de tijd mijn favoriet gewoon. Dat ik zelf gewoon prijs heb gewonnen. Omdat ik Michael Jackson ging nadoen, mini playback show op school kwam. Was het een experiment of had je gewoon het talent in je, zeg maar? Nou, ik bedoel, je weet, in de badkamer ga je altijd proberen om de zanger uit te hangen. En je weet, je hebt altijd het gaal met je mee als je zingt. Dus experimenteren. Ik was in de badkamer, dat was mijn eerste concert, dat is mijn eerste concert. En toen je eenmaal door had van, ik kan zingen, mensen vinden het nice. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik had het zeg maar zelf niet door. Ik ben altijd een nuchtere persoon gebleven. En ben nog steeds. Weet je, en ik hou gewoon van muziek. Ik hou gewoon van muziek maken. Dat is wat ik ook altijd zeg, expect the unexpected. Ik hou gewoon van muziek maken. En soms komen mensen van, je hebt een mooie stem of je zingt hoog. Weet je, maar dat geeft mij juist meer inspiratie om door te gaan met muziek. Because I like the music. Music is like a religion to me. Ik geloof erin. I put my trust in the music. Je staat gelabeld als een independent artist. Hoe ga je daarmee om en hoe bereik je je doelen? De independent artist is soms... Ja, dat is independent. Ik ben independent, maar toch heb je altijd mensen nodig. Je hebt toch altijd mensen om je heen nodig. Ik ben een gedreven artiest. Als ik iets wil, ga ik er gewoon voor. Het maakt niet uit hoeveel ik moet investeren of wat ik daarvoor moet uitgeven. Als ik voel van oké, dat wil ik doen, dan ga ik recht op mijn doel af. The unexpected. Hangt er een levenswijze aan? Ja. Expect the unexpected. Daarmee bedoel ik zeggen van in het leven. Verwacht het onverwacht. Men kan veel praten, dit en dat, en dan komen ze hun woord niet na. Weet je, ik ben iemand, ik zeg altijd, expect the unexpected. Ben je nog van plan om je muziek naar het buitenland te brengen? Jawel, zeker. En wat heb ik al gedaan? Ik ben naar Curaçao gegaan. Ik heb een promotietour daar gedaan. Ik ben naar de radio gegaan. De tv belde mij op de airport de dag dat ik moest vertrekken. En dan belde de tv-station mij van, yo, Le Prince, kan je komen naar de studio? Maar het was al te laat, omdat ik moest al terug naar Nederland. Maar zeker buitenland. Is er nog iets wat je de mensen wilt meegeven? Ja, zeker. Vertrouw in jezelf. Investeer in jezelf. Leer kijken, observeer. Ga niet het slechte pad op, because crime doesn't pay. En doe gewoon wat je hartje zegt. Doe gewoon waar je goed bij voelt en blijf positief. Blijf gewoon positief. Maakt niet uit hoe hard je ervoor moet strukken. Maar geloof mij, hoe lang kunnen ze jou in een kamer opgesloten houden?